wat waren ze naïef, die tienduizenden demonstranten die op 15 februari nee riepen tegen de oorlog in Irak. Dachten ze nou echt dat Bush te stoppen was? Vandaag proberen ze hem op de Dam dus nog terug te fluiten. Bij mij aan tafel een van de naïvelingen. Hij denkt namelijk met een zelfgemixt vredeslied een einde te maken aan alle ellende. Alain Laurens Hoekstra, goedemorgen. Goedemorgen. Charles. Welk wonderlied heb je gemaakt? Nou, wonderlied. Ik heb een lied gemaakt naar aanleiding van een speech die Faisal Nasser van het Iraakse platform op 15 februari op de Dam gehouden heeft. Ja. Die speech sprak me heel erg aan, omdat hij tegen de oorlog was inderdaad. Maar ook tegen Saddam Hussein, heel duidelijk. En dus heel erg voor het Iraakse volk. En ik denk dat dat nu nog steeds speelt. Ondanks dat de oorlog inmiddels wel begonnen is. Ja, en delen van die speech heb je gebruikt op de muziek. Ja, he? Klopt. Even een klein stukje van horen. Ja. Het klinkt ook een beetje oosters, hè? Nou, dat klopt, ja. Er zitten een aantal tonen in die volgens de oosterse toonladder. Ja. En dat heb ik inderdaad bewust gedaan. Ja. Ja. Wat was het dat zo'n indruk op jou maakte tijdens die demonstratie? Nou, in het bijzonder tijdens deze speech was de manier waarop. Ja. Ik vond het heel, je kunt het wel een beetje horen in deze stukjes. Het is heel gedragen, heel... gejuich. Ja, gejuich inderdaad. Ja. En daarnaast de inhoud, dus wat ik net zei, van is heel duidelijk voor het Iraakse volk, tegen de oorlog, maar ook tegen Saddam Hussein. Ja, want dat is wat we vanmorgen ook in heel veel telefoontjes horen. Ja. Dat mensen zeggen van ja, die mensen die daar vanmiddag weer in Amsterdam staan, dat lijken wel pro-Saddam demonstraties. Ja, nou, dat ben ik dus helemaal niet mee eens. En volgens mij is die demonstratie van vanmiddag ook helemaal niet zo ingestoken. Nee. Is echt tegen, voor het Iraakse volk bedoeld. Ja. Dan heb je dit plaatje gemaakt als activist eigenlijk. Waarom heb je dat gedaan? Wat wilde je daarmee? Nou, activist, ja, vind ik een beetje een groot woord. Ik ben een muzikant die muzikale toevallig... Muzikale activist? Precies. het is eigenlijk ook een beetje een samenloop van toevalligheden. Ik was van tevoren helemaal niet van plan om dat te gaan maken toen ik bij die demonstratie was. Ik had mijn minidisc recordertje mee en ik denk, nou laat ik eens wat uitproberen om wat buitenopnames te maken, om dat in mijn muziek te verwerken. En toen hoorde ik deze speech en die greep mij aan. En het bleek ook dat dat geluid, want wat je hoort, is er is niks mee gedaan. Het is rechtstreeks het geluid met de akoestiek van de Dam. Ja. En het bleek ook door zijn manier van spreken heel mooi op een beat te passen. Ja. Dus los dus van de inhoud. Dus je ziet het ook als een soort kunstmuzikaal project. Ja, zo zie ik het ook daarnaast inderdaad. Ja. Naast die boodschap die ik gewoon heel belangrijk vind. Dat die... Toen heb je het rondgestuurd. Wat gebeurt er dan mee met zo'n cd'tje? Nou, op zich niet eens zo gek veel. Dat viel me wel een beetje tegen. Ja? Tenminste, van de professionele wereld viel me dat wel wat tegen. Want ik heb behoorlijk rondgestuurd naar platenmaatschappijen, radioprogramma's. Nou, ik zit hier nu wel, dus dat is dat wou ik zeggen. Gelijk bij het beluisteren van heel Nederland. Precies. He? Daarom. Maar via internet heb ik het ook flink gepromoot. En daar komen wel hele leuke reacties op binnen. En vanmiddag ga je ook gewoon naar de Dam? Dat weet ik nog niet zeker. Weten we nog niet zeker. Zijn we nou voor of tegen de oorlog? Hallo? Tegen. Okay. Maar ik heb ook zoiets van... ik heb zeg maar mijn statement... Een beetje Wouter Bosch, hoor ik hier. Ja, hè? Precies. Ik weet het nog niet zeker. De vorige demonstratie heeft de oorlog niet kunnen stoppen. Mm-hmm. Zie je wel enige zin voor deze demonstratie? Of is dat ook je probleem gelijk? Eigenlijk? Nou, nee. Op zich denk ik dat het altijd zin heeft om je stem te laten horen. Hmm. En inderdaad, ja, hij is begonnen. Maar de hoop is dan nu dat het zo snel mogelijk en zo met zo min mogelijk bloedvergieten zal gaan. Ja. En misschien dat het daar nog iets aan zou kunnen bijdragen. Zou mooi zijn. Alan, dankjewel dat je hier was. En succes verder. Graag gedaan. Bedankt.